Yo, wat up gasten, nieuw gear. En we zijn zoals beloofd vandaag bezig met Amnesia. Ik ga nu de game starten, start een nieuw game, yes. Moet ik nu al bang worden ofzo, ik weet het niet. En ik heb echt ontzettend zin. Maar goed, dit zal dus ook een onderdeel gaan worden. Ik ben van plan om dit denk ik eens in de week zo te doen. Dus ja, dat er wat meer afwisseling ontstaat. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Oh, we kunnen lopen. Oh, we kunnen niet lopen. Ik heb geen flauw idee eigenlijk waar dit spel precies over gaat. Het gaat volgens mij over de monster en dan moet je achteraan of hij gaat achter jou aan. Eén van de twee. Maar zoals gezegd, het is dus een horrorspel, dus... Als het goed is, zitten er een paar schrikmomenten in. Maar ik schrik niet zo heel snel, dus dat is een voordeel. Ja, we staan nog op school. Dank je. Staan. Wacht. Oké, ik heb nu al het gevoel dat ik aan het falen ben. Oké, ook moet er naartoe. Holy fuck. Kast open. Hé, hey, kast gaan open. Gaat goed. Ik zal bij deze niet al te veel gaan praten. Ik bedoel, dit is toch een horror ding. En als je dat erin houdt, oh fuck. Ik vind eigenlijk nu al drie keer niks, maar... Okay. What the fuck? Oh ja, een muur. Ik zal dus niet al te veel gaan praten, omdat dan toch een beetje de schrikmomenten verneuk worden door mijn stem. Dus ik zal gewoon een beetje op stille momenten zal ik gaan praten. En als ik een beetje in een stuk zit waar ik denk dat je gaat schrikken, dan zal ik een beetje mijn mond houden. Waarom kan ik dat niet pakken? Oh, 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 wat fuck, wat fuck, wat fuck, wat fuck, wat fuck, wat fuck. Turn on the lights, turn on the lights. Ja, maar de fuck, hier. Goh, wat een vieze vent is dit zeg. Goh, ik ben weg hier. Vieze ventjes hier. Zal ik dit recht doen? Nee, ik ben in de kerk geboren. Nee, oké, dat is niet waar.
Dit gaat echt. Ik dacht dat ik ging schrikken. The door slammed shut behind him and he knew he would never again see the old tailor at Berkeley Square nor alone. So in London. Seem appropriate somehow. Okay, cool story, bro. Het is nog een beetje een rustig begin. Maar dat wordt volgens mij wel anders verderop in de game. Kap nou eens met die fucking deuren die altijd fucking open slaan. Kutspel. Ik heb zelf ook handen. Heb je die dingen net ook al? Nou, ik weet het niet meer. Waarom is er nergens licht? What the fuck? Ik kan ook nergens iets aansteken. Waar slaat dit op? Waarom is het overal zo fucking donker? Vraag slecht voor hoe lang we dit hebben. Wat zacht is er? Ja, waarom kan het deurtje open? I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. No. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. Oh, we moeten dus op zoek naar Alexander. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long we as moeten gewoon eens een watje weg gaan redden en we kunnen niks terug doen. Redeem us both, okay. Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Nou. Ik denk dat dit het allemaal was voor episode 1. We zullen episode 2, denk ik, over een paar dagen gaan maken. Ik denk dat ik dit 2 keer per week ga doen. Anders wordt het wel een beetje heel weinig per week. Dan zijn we jaren bezig. Maar goed, ik zie jullie gasten van de week alweer. Ik ga nog een COD commentary maken. En Minecraft commentary komt er ook aan. Dat zien jullie allemaal wel waarschijnlijk in jullie subbox. Ik zie jullie gasten later. Bedankt voor het kijken.